De processie vindt jaarlijks plaats op het voorlaatste volle weekend van juni. En om 5:55, dan kijk ik op mijn klok en dan blaas ik een signaal waarna de hele stoet gaat vertrekken richting Handel. Mijn rol bij de handelsprocessie is dat ik de laatste 6 jaar mee het vaandel mag dragen. En ik vind het een hele eer om dat te doen. Dank je wel. Nou, en dan mag de vlag komen. Alsjeblieft. Dank je wel. Oh, het is wel fijn om hem toch even vast te houden. En hoe loop je dan met die vlag? Ja, nou gewoon in een rustige pas, zodat iedereen bij kan houden. Die wappert is het mooiste. Hij moet een beetje wapperen. Dat we hem goed zien. Ja, misschien hier. Het waait niet zo hard, hoor. Ja, het is gewoon iedere keer weer heel fijn als je een dorp binnenkomt. Dan staat er heel veel mensen uit Valkenswaard, maar ook mensen uit het dorp zelf die ons altijd heel hartelijk ontvangen. En dan is het even rusten en spulletjes pakken bij de kar, boterhammetje eten en daarna gaan we weer verder, vol goede moed. Om 6:00 's morgens vertrekken wij naar Handel en dan zijn we rond 10:00 in Nuenen. Ik heet Jeff Kuiten en ik woon op deze plek woon ik bijna 50 jaar. Vanaf dat we hier wonen hebben wij de taak van onze ouders overgenomen, van mijn ouders overgenomen, om mee te helpen voor de processie om water te geven voor de paarden. En inmiddels is er elektriciteit bijgekomen. En wat misschien ook belangrijk is, ik zet 's morgens op zaterdagmorgen om 6:00 zet ik de zaak hier af met hekwerken. Dat dus helemaal autovrij is, dat iedereen dus de vrijheid heeft om zijn wagens en koetsen neer te zetten en zo. Dus dat is hetgeen wat wij jaarlijks proberen te doen. Dit jaar zou het de 50ste keer zijn. Op een gegeven moment dan hoor je de muziek. En meestal staan we al wel buiten. En dan, dan die fanfare met die zang vind ik heel, heel erg mooi. En de laatste jaren gaan de klokken luiden en ik hoorde dat dat in ieder dorp gebeurt, maar voor ons is het juist minder leuk. Omdat wij dus heel mooi vinden om die zang en die fanfare te horen. En als die klokken, die horen wij zo vaak. En als die op dat moment er keihard tussendoor gaan, dan vind ik gewoon jammer van de muziek. Toen wij klein waren was er de processie van Valkenswaard en 3 dagen kermis. Dat was alles wat er was. Ik vind het heel jammer voor de mensen uit Valkenswaard dat deze manier niet door kunnen. Iedere keer is het toch weer een verrassing dat de groep zo groot is en dat er altijd weer jeugd bij is. En ook oudere mensen blijken, maar houden het heel lang vol om mee te gaan. En dat doet wel iets met je, vind ik. Want je ziet ook als je processie komt dat er een toestroom naar het centrum komt van de mensen uit Nuenen. Die willen die processie zien en die huifkarren, want dat is natuurlijk prachtig om te zien. Er zijn kleine 30 huifkarren hier rond het park komen staan. Dat is iets apart.
Het spreekt me aan, net zoals mijn vrouw dus ook zegt. Ja, het spreekt me wel aan, het geheel. En ja, je stelt je gewoon in dienst ervoor. Dus. De processie trekt verder naar Lieshout, waar we rond 11:30 aankomen bij Café de Koekoek. Deze mensen mis ik echt. Wij missen ze echt. Ik ben Karel Huygens en ik ben al 43 jaar de trotse uitbater van Café de Koekoek in Lieshout. Als jullie eraan komen, dan voelen wij de opwinding gewoon. Dan heb ik van tevoren al geprobeerd of de microfoon het doet om mensen te verwelkomen. Of het paard van Heesemans klaar staat. Of Gerard van Maalzakkers zonder kraken kan zingen. Salve Maria. En dan komen ze binnen en dan hebben we, hey, kom aan, blijf niet staan en loop me achterna. En dan zingen mensen binnen. Dat is zo fantastisch, zo positief, zo warm. Geweldig. Er is maar één goeie, hè? De citroenbrandewijn van Bokma. Die moeten we hebben. En die wordt dan eigenlijk alleen met de Valkenswaardse processie nogal genuttigd. Eigenlijk moet je hem gekoeld drinken, moet ik dan wel zeggen. Weet je hem? Als die de kar naar handel trekt, dan roept. Het is één grote wolk van saamhorigheid die hier door de regio trekt. Het is gewoon zo. Ik bedoel, mensen die hier. Die ondersteunen elkaar. Als ze niet kunnen lopen, dan gaan ze in de kar. Mensen, ja, ik heb nog nooit in al die tijd hier komen iemand ook maar een onvertogen woord horen uiten. Niks. Nee. Samenhorigheid staat eigenlijk synoniem aan de handelse processie. En eigenlijk doe ik elk jaar zo'n beetje hetzelfde. Ik zorg gewoon dat die mensen het gedurende een uurtje heel erg goed aan zijn zin hebben. Met in achtneming van het feit dat we uiteindelijk toch met een pelgrimstocht bezig zijn. Dus als Gerard Joling gezongen heeft dat hij er zo van houdt, dan doen wij naderhand wel gelijk omschakelen naar het Pert van Heesemans en naar Salve Maria van Gerard van Maalzakkers. En dat Salve, als iedereen zingt, want ik zet hem dan altijd aan, dan zingen ze mee. En op het moment dat het Salve komt, dan zet ik de muziek uit. En dan stijgt dat uit de café op en dan staan wij achter de bar. Ik word nu weer een beetje emotioneel. Met kippenvel op onze armen. En dan zeggen we, ja, wat zijn we toch blij dat ze er weer zijn. En dat is echt serieus. En ik zeg dan ook altijd, als we het voor de eerste keer doen, want ik doe het meestal twee keer. De eerste keer heb ik zoveel kippenvel op mijn arm, dan kan ik alleen maar heel blij kijken. En dan de tweede keer, dan zing ik zelf ook mee. Maar dat is, dat is gewoon het toppunt van de dag. Kan je een stukje laten horen? Nou, het salve gaat dan salve, salve, salve. En nou moet ik ophouden. Ja, Regina, dat weet ik wel. Maar het emotioneert mij. En laat ik dat nou maar wel niet doen, want het is niet goed, hè. Rond 2:30 lopen wij Gemert binnen en dan worden we altijd welkom geheten door de man die op zijn carillon speelt voor ons. Kunt u mij vertellen wat gebeurt er als die processie hier langskomt? Ja, wat gebeurt er dan? Ja, die mensen
Ja, ik denk dat het zal nou, maar vroeger was dat gewoon een beetje een verzet, vermaak. Dan zal er af en toe wel eens een keer gefrekeld en gedoond zijn. Ja, en door zijn huwelijke deur ontstaan. Tenminste, dat denk ik. En vriendschappen en... En dan komt de processie 's middags rond 4 uur in Handel aan. Als je eenmaal in Handel zelf aankomt en die laatste meters, daar gaat eigenlijk weer vanzelf. Er staan ook altijd heel veel mensen op ons te wachten. Heel veel bekenden ook van iedereen die meelopen. Dat is ook heel leuk om dat te zien. En die mensen geven gewoon energie. Handel explodeert in feite. Ja, dus we zijn maar een klein dorpje, een kleine 2000 inwoners. En op dat moment, als de processie binnenkomt, dan gebeurt er wel iets. Het is ten eerste een serene sfeer. Heel erg mooi. Mensen komen van alle kanten kijken. En dan komen er zo'n 1500 personen hier binnen. Dus dat is schitterend om te zien. Ja, die sfeer die is super. Wat dat betreft, je bent eigenlijk al twee dagen aan het voorbereiden, zal ik maar zeggen, om alles klaar te zetten. Om al die mensen die komen, komen kijken, maar ook die blijven slapen, om alles dan klaar te zetten. En dan voel je ook gedurende die dag, die middag, ook die spanning toenemen. Zal ik maar zeggen, van goh, zijn ze er al bijna? Komt er al iets aan? Horen we al iets? En dan is het natuurlijk groot feest. Hè? Dus dan als je ze dan aan ziet komen en je hoort ook die bellen van de paarden en zo. Dus ja, dat is echt een heel mooi... Ja, de gymzaal is eigenlijk waar de meeste mensen overnachten. Hè. Wij hebben hier, leggen we hier tapijt neer. En dan komt hier eigenlijk waar we nu voor zitten, daar komt de scheidingswand. Keurig de heren aan deze kant, de dames aan die kant. En volgens mij, gezien de staat waarin het geluid wat we meekrijgen, gebeurt er verder niet zo heel veel meer dan slapen. Hè. En als morgens dan staat iedereen erg vroeg weer op. Om hier ontbijt te hebben. En heel rustig weer richting Valkenswaard te gaan. Ja, met name dit jaar is, wat dat betreft, is het altijd jammer. Hè, na een traditie van 300 jaar dat zoiets dan niet door kan gaan. Is natuurlijk heel erg jammer, heel erg. Maar ook voor Handel, dit jaar bestaat Handel 800 jaar, dus dat is wel heel speciaal. En dat is met name ook net omdat dat zo verweven is eigenlijk in de geschiedenis van Handel, de processie. Ja, dat maakt zo onderdeel uit van die identiteit. En daarom is het extra jammer dat juist dit jaar dat nou net niet door kan gaan. Dan in een klein dorp als Handel is er dan sowieso een positieve opwinding, want voor heel veel gezinnen komen er dan logees. Iedereen die doet eigenlijk zijn best om die mensen correct en keurig te ontvangen. Het ziet er allemaal heel feestelijk uit. Er wordt gezongen, er is een harmonie bij. Dus iedereen die vindt het eigenlijk feestelijk en prettig. Het is ook meer natuurlijk wanneer het een prettige tijd is, hè, in juni. Dus dat is sowieso al. En eigenlijk komt Valkenswaard dan eigenlijk Handel even positief op zijn kop zetten. Onze kinderen gaan naar een andere kamer. Wij zelf gaan ook naar de zolder om hun een lekker bed te geven. En 's morgens hebben we een ontbijtje en dan zitten we met z'n allen lekker gezellig aan tafel. En dan zwaaien we ze weer uit.
Dus wij zijn als gelovigen sowieso betrokken, maar wij weten dat hier een handel toch voortdurend nog een stroom van genade en gebedsverhoringen aan de lopende band wordt verzorgd door de hemel. Nou, en dus onze lieve vrouw van Handel, die dus ook in het officieel gebedenboek erkend wordt, is eigenlijk nog voortdurend een bron van genade. En het is ook daarom dat zoveel mensen die hier naartoe blijven komen en hier met vertrouwen een kaarsje opsteken en hun verlangens, hun intenties voorleggen. En ik denk dat er heel veel verhoord worden, want ze blijven maar komen. Het is altijd een heel speciaal moment. Dan komen ze hier de oprit oplopen met alle bellen en flossen en hoefijzers hoor je ze dan achterom komen. En dan tuigen ze hier hun paarden af en die worden verzorgd en voorzien van water. Hier zijn dan allemaal verschillende weidjes gemaakt voor de paarden, dat ze niet allemaal op één hoop bij elkaar staan. Van die mag wel bij die en die kan niet bij die. En dan hebben we daar in de schuur nog drie paardenboxen. Waar dan de paarden staan die per se binnen in een box moeten staan. Die dan ligt ook een beetje de voorkeur wat die mensen hebben. Doet toch, ja, doet wel wat met je. Ja. Vooral om te zien of iedereen er weer bij is. En wat ze allemaal meegemaakt hebben het laatste jaar. En ja, je hebt een bepaalde verbondenheid met die mensen. Die komen al zoveel jaren hier. Die saamhorigheid, die voel je ook wel onderweg, hoor. Dan merk je wel hoe een hechte club dat het dan is. En iedereen gaat voor hetzelfde doel. Dus dat is wel heel mooi om te zien. Ja. De volgende morgen eigenlijk weer hetzelfde ritueel. Dan wordt het tuig allemaal mooi gepoetst en opgeblinkt. En weer lekker met z'n allen aan de koffie. En dan worden er sterke verhalen verteld over wat er al die jaren al wel niet gebeurd is. Dus het was altijd heel leuk en heel gezellig. Het zou mijn levensmotto kunnen zijn. Ik leef eigenlijk ook zo. Ik probeer elke dag een positieve stap te zetten. En ik probeer elke dag weer opnieuw uit te vinden wie ik ben. Want zo is het wel. Ik kijk nooit terug. En ik sta heel positief in het leven. Maar dit waar we nu mee bezig zijn, dat is toch wel heel erg zwaar, moet ik zeggen. Dus ja, maar ik ben eenmaal niet anders dan ik ben, dus ik ga er positief van uit. Ik denk dat wij, als we elke dag met elkaar een stap zetten, dat wij er misschien wel beter uitkomen. Hoop ik. Ja. Op het ogenblik denken we aan elkaar en helpen we elkaar. Ik hoop dat we dat daarna ook nog doen. Ja, dat is eigenlijk een leidmotief om zo te leven, want gisteren is voorbij en morgen weet je niet of dat nog komt. Dus iedere dag is opnieuw weer genieten van hetgeen waar we op je pad komt. Ik denk zeker in deze tijd, hè, waar je toch met, in het geval van die coronacrisis, hè, dat je eigenlijk niks kan. Hè, en dat overvalt, hè, jullie, ons allemaal. Hè, denk ik ook dat je gewoon moet kijken van oké, we doen elke dag weer een stapje verder. Hè, naar meer opening, hè, meer weer mogelijk is en zo. En kijk daar gewoon elke keer naar het positieve van dingen. Hè, dat je weer dingen mag. Niet zozeer van oké, we kunnen niks en hè, het mag allemaal niet doorgaan. Het is processie nou. Ja, het is natuurlijk ontzettend vervelend dat niet mag en niet kan. En we hadden ook van Handel 800 zo'n groot feestjaar willen maken. Dus dan is kunnen we wel bij zitten treuren, maar het is eigenlijk van, goh, kijk gewoon van nou, hè, de volgende stap en we mogen weer iets. En misschien dat we vanaf binnenkort ook weer open kunnen. En dan, ja, dat is eigenlijk mijn insteek om gewoon echt elke dag te proberen iets positiefs in te zien. Positief in de wereld staan, wat er ook op je pad komt. Elke dag het beste van zien te maken, hoe dat het ook op je pad komt. En dat is eigenlijk het motto zoals ik van mijn oma al geleerd had. Dus probeer er gewoon het beste van te maken. Het is een uiting van dankbaarheid. Het is een uiting van overgave.
Dus eigenlijk zeg je van, nou, wat er komt, zie het als positief en blijf vooruit gaan. Nou, dat is toch een samenvatting van iets heel sterks. Handel 801. Ja. Met een hele mooie processie. Ja. Ja. Hoop we alsnog. Dan hier weer terugzien. Ja, precies. Met z'n allen weer samen. Dat allemaal netjes weer in orde is. Ja. Dan is iedereen weer van harte welkom. Voor volgend jaar zal het waarschijnlijk een stukje anders zijn. Want we hebben de plannen om hier weg te gaan. Te gaan verhuizen. Maar onze zoon die komt hier in het huis wonen met zijn gezin. En die zal ik wel instrueren dat hij zich op dezelfde weg begeeft als wij altijd gedaan hebben. Eigenlijk nu de continuïteit een beetje is verstoord geraakt. Ik hoop dat dat voor veel mensen een aanzet is om alsnog volgend jaar extra wel mee te gaan. Dus dat volgend jaar geen 13 of 1400 mensen, maar 1700 mensen gaan meelopen. Dat het op de normale manier weer mag plaatsvinden. Niet met 1,5 meter afstand. Dat is wel heel lastig, maar gewoon op de manier zoals het al honderden jaren is gebeurd. Daar hoop ik op. En dan verwelkomen we ze allemaal weer heel hartelijk. Ik vind eigenlijk zelf het mooiste gewoon als vanouds. Gewoon de traditie zoals die is en ja, lekker houden zoals het altijd geweest is. Ik hoop dat jullie terugkomen en dat we weer gewoon een feestje kunnen vieren. En dat wij weer gewoon de harmonie, de frikadellen kunnen geven als ze naar huis, als ze weggaan. En dat de schouting hier weer gewoon zit en dat ze me vertellen dat het dak erop zit en dat ze het allemaal betaald hebben. En dat de eendjes weer gezwommen hebben. Dat hoop ik. Ik hoop dat we iedereen gezond blijven, dat ik ze allemaal terugzie. Heesemans, Hans Neutjes. Mooi. De broederschap vindt het erg jammer dat we dit jaar niet te voet gaan naar handel. Juist nu in tijden van onzekerheid. Waar we behoefte hebben aan troost, verbinding en even kunnen schuilen hier bij ons lieve vrouw van handel. Maar we gaan door. En daarom zien we jullie graag volgend jaar op 19 en 20 juni. Blijf gezond, pas op elkaar, maar blijf ook vooral heel dicht bij elkaar. Op een juni zaterdag. Volgen ze de moedervlag, ieder jaar van Valkenswaard naar Handel.